Ja, bij Lulu Fashion. Ik weet het nog van de vorige keer. Het is echt een hele leuke winkel. En er zijn eigenlijk altijd mensen hier binnen. Hallo, goedemiddag. Kijk, wat een gezelligheid hier. Hallo mevrouw. Ja, u denkt, wat zijn ze allemaal aan het doen? We zijn bezig van winkelcentrum De Aarhof. We zijn namelijk leuke filmpjes aan het maken om te kijken wat mensen op deze zaterdag met het mooie weer aan het doen zijn. Nou, en u bent lekker aan het shoppen volgens mij. Klopt. Ja, en het wordt nog veel leuker hoor. Ik heb namelijk van alle ondernemers de pinpas meegekregen. En ik mag mensen cadeautjes geven, maar alleen een klein filmpje ervan voor de social media kanalen van het winkelcentrum. Om te laten zien dat hier een hele leuke winkel zit. Okay. Dus ik kom heel even naar u toe, want ik zie u hier in het rek. Waar was u nou op zoek eigenlijk, als ik vragen mag? Waar ik naar op zoek ben? Ja. Eigenlijk naar een leuk jurkje voor de zomer, hè? Ja, met dit weer krijgen we er gewoon in één keer zin in. Ja. En u stond hier, dus had u al wat leuks gezien toevallig, of niet? Nog niet, maar ik wil wel even lekker aan het rondkijken, dat zeker. Nou, ik laat u even rustig rondkijken. Als u wat gevonden heeft, geeft u gewoon een geel, roept u Jeroen en dan kom ik eraan. Is goed, ga ik doen. Dank u wel. Ik word geroepen. Wat zei u? Zou ik het eerst even mogen passen? Dat lijkt me heel verstandig. Ja, dat zou ik zeker even doen. Heel fijn. Ja, ik hoorde net iets van de Kaapverdië. Ja, klopt. We gaan over 2,5 weken gaan we naar Kaapverdië, want we trouwen over 2 weken. En dat ga je daar doen? Nee, we gaan dus een huwelijksreis. Trouwen, maar we gaan een huwelijksreis naar Kaapverdië. Oh, ja. Wat lekker. Nou, dan moet je wel een leuk jurkje bij hebben. Dus ik zou zeggen, ga hem even passen. Ja. Hoe zit het? Het zit heerlijk. Ja. En je kan al een beetje genieten van de zon buiten nu natuurlijk. Zeker, mogen we wel een beetje bijkleuren. Ja, en dan kan je daar gewoon, ik zie je daar al paraderen op de Kaapverdiën. Zeker, gaat zeker lukken. Ja. En deze was leuker als die andere? Nou, eigenlijk ben ik wel heel erg in twijfel. Je bent heel erg in twijfel. Wacht even. Ik moet even voelen hoeveel er nog op mijn pinpas staat. Weet je wat, omdat je gaat trouwen, krijg je deze omdat je op huwelijksreis gaat en die andere omdat je gaat trouwen, betaal ik ze gewoon allebei. Hoef je niet te kiezen ook. Zo, oké. Ja, super, dus, dankjewel. Nou, heel graag gedaan. Dus ik zou zeggen, nou, pak hem erbij. Klee je om. Yes. En dan gaan we naar de kassa. Wat zij natuurlijk nog niet weet, maar ik wel, dat ik nog 20% korting krijg. Waar krijgt Mr. Pin geen korting? Nou, daar zijn ze dan, de twee setjes, zeker. Hè? Hartstikke leuk. Ja, dus dan wordt het alleen nog de keuze maken welke je als eerste aan gaat trekken. Dat zeker, maar ze gaan allebei de koffer. Kijk, dat is mooi. Kijk, daar staat het. Er staat nog net niet Mr. Pin korting voor, maar gewoon 2 keer 20% korting ook nog eens. Heel, heel flauw, maar ik wist al dat we korting kregen ook nog. Oh, echt? Ja, we krijgen ook nog eens 20% korting erop. Had u dat ergens gezien dan? Nou, ik ken de verkoopster. Ah. Dus ik zei, ik ben Mr. Pin, dus toen zei ze van, nou, dan moeten we toch korting geven. Ja, zeker. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Nou, het is gepind. Heel veel plezier ermee. Yes, dankjewel. En een hele fijne bruiloft. En geniet van het zonnetje. Gaan we doen. Dankjewel hoor. Oké, dankjewel. Doeg.